Danny, eerste minuten van het seizoen. Wat is je gevoel? Ten eerste dat we blij moeten zijn, denk ik, met het punt vandaag. Helaas weten wij ook natuurlijk dat we voor de periode dat we eigenlijk hadden moeten winnen vandaag. Maar al met al, als je naar de wedstrijd kijkt, denk ik dat we blij moeten zijn met het punt. En persoonlijk, hartstikke blij natuurlijk dat ik mezelf weer een klein beetje voetballer mag noemen. Ik merk wel dat ik nog wel wat minuten nodig heb natuurlijk. En dat ik echt nog wel een stap moet maken. Maar ja, wat ik zeg, gewoon heel erg blij dat ik gewoon weer een klein beetje voetballer ben. Is het dan nog spannend op het kunstgras? Nee, niet per se op het kunstgras. Want we trainen natuurlijk elke dag op het kunstgras. Dus daar ben ik wel gewend. Alleen, wat ik zeg, kijk, trainen is gewoon is heel anders dan een wedstrijd. Dus ja, dat is altijd wel een beetje spannend natuurlijk. Maar goed. Houd in eigen hand. Wat zijn de gevoelens voor volgende week? Ja, je hebt het natuurlijk niet helemaal in eigen hand. Hè? Want volgens mij staat Excelsior vol met doelsaldo. Dus dan moeten we in ieder geval heel veel scoren en winnen. Maar goed, wat ik zeg, zolang er de kans is, gaan we er volle bak voor. En dan hoop ik dat wij een kunstje kunnen flikken in een volle vliet. Dankjewel. Coach, 0-0. Wat zijn de gevoelens? Nou, de gevoelens is het, ondanks dat wij niet de beste wedstrijd hebben gespeeld, dat we de 0 hebben gehouden. En dat we 1 punt hebben, maar op basis van onze aanvallend spel kan het veel beter. Is dat dan ook iets waar je vooral trots op bent, die 0 houden voor de zoveelste keer dit seizoen? Nou, sowieso inderdaad, want voor de verdedigers en de keeper is echt iets zeer belangrijk. Maar voor het teamgevoel ook, want we weten, we kunnen ook op de 0 spelen. Maar we kijken altijd naar verder. Hè? Maar ik denk vandaag aan de bal waren we niet zo goed. Maar dat had ook mee te maken dat Telstar ook iets goeds deed, verdedigend. Ze lieten ons niet voetballen. Maar misschien had ook mee te maken dat een bepaalde spanning van onze spelers. Maar goed, dat zijn dingen die wij sowieso gaan analyseren en proberen wat beter te doen volgende wedstrijd. Afgelopen vrijdag, dat hadden we ook al even gesproken, toen zei je dat die doelman heel gevaarlijk was met het nemen van de uittrappen. Hoe vind je dat je ploeg zich daartegen heeft geweerd? Nou, inderdaad, we hebben geprobeerd iets meer naar achteren te spelen. Want we weten dat die twee spitsen voorin zijn levensgevaarlijk als zij de ruimte achter onze verdediging krijgen. We proberen dat minder te doen. We proberen niet zo snel hoog druk te zetten. En dat pakt redelijk goed uit, want ze creëren niet zoveel kans. Maar zoals je ziet, die twee spitsen voorin, die blijven maar lopen. Maar gelukkig is het op de goede manier afgegaan. En we hebben het weer de 0 gehouden. Uiteraard, we weten het goed hoe het gaat in het voetbal. Dat wij, als wij onszelf willen verbeteren, moeten we aan de bal beter zijn. Maar in deze fase is het belangrijk dat we de 1 punt hebben. En dan komt er nog een kwartiertje of 20 minuten voor tijd een debutant in het veld. Tijshan Ilicic, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, kijk, normaal gesproken, we kijken niet naar de jongen of oud. Want die jongen heeft in de voorbereiding met ons meegedaan. Hij heeft een paar wedstrijden met ons gespeeld. Dus we weten wat hij aan kan. Maar we hebben een redelijke selectie, waardoor hij niet altijd bij ons is. Maar op dat moment hadden wij een spits nodig die redelijk snel is. En dan brengen we gewoon in. Want ja, hij is jong, maar hij kan voetballen. En we willen juist iemand om meer in de ruimte te gaan spelen. Maar prima, hij is blij. We zijn blij met een punt. Dus goed voor de moraal en goed voor de club. Ja, we reizen met een 0-0 af terug naar Den Bosch. Hoe kijk je naar volgende week? Nou, inderdaad. Wat ik net zei, we zitten nog in de race. Dezelfde punt als Excelsior. En thuis tegen de Graafschap moeten we ten koste van alles de wedstrijd winnen. En hopelijk Excelsior uit bij Rode JC als ik zo punten laat liggen. En Helmond Sport moet ook maandag spelen. Dus, maar in principe thuis met ons publiek, we gaan er alles aan doen om voor de 3 punten. En hopelijk kunnen we de prioriteit in Den Bosch houden. Goed om te horen, dankjewel. Yes. Yep.